Goedemorgen, het is woensdag vandaag. En het is een hele spannende dag, want de GGD komt vanmiddag om te kijken of mijn huis geschikt is voor gasthouderopvang. Ik weet dat ik er alles aan gedaan heb, maar ik ben zo bang dat ik iets vergeten ben op te ruimen. Of als zij zegt van in de tuin, oh dat is toch gevaarlijk of zo. Ik ben continu aan het rondkijken van ben ik niks vergeten. Ik heb zelfs een lijstje gemaakt voor als ik straks uit mijn werk kom, dat ik nog even een rondje hol door de plekken waar zij moet zijn. Heel spannend. Ik ga eventjes aan de slag, ga even werken. En zodra ik dus thuis kom, even dat rondje doen. Super spannend. Wish me luck. Ik ben weer uit mijn werk. En nu heb ik toch echt wel het gevoel van, oh, GGD. Ik ga nog even een rondje door mijn tuin doen. En ik ga nog even een schoonmaakrondje doen. En dan moet het goed zijn. Dan is het echt fingers crossed. Hopen wat dat de mening. Het is natuurlijk ook meningenwerk. Het is niet altijd feiten. Wat de een onveilig vindt, vindt de ander. Ik denk niet echt dat ze daar criteria voor. Wel wat natuurlijk als leidraad. Oh, ik ben gewoon heel erg zenuwachtig. Kon ik jullie maar meenemen? Zo op de bank erbij. Konden jullie ook mee bedenken en antwoorden geven? Want ze gaat ook vragen stellen. Oh. Dus ik ben benieuwd. Ik ben goedgekeurd. Yay! Heel ander soort gesprek dan ik had verwacht. Ik had veel meer controle. Ik had zelfs gedacht dat ze in mijn koelkast moest kijken. Die heb ik helemaal nog gesopt. Maar we hebben meer over opvoeden gehad. En over hoe ik de opvang zie. En ze zei ook van waarom begin je zelf niet de gasthouderbureau. Want ik heb natuurlijk wel die ervaring om als bemiddelingsmedewerker te werken. En dat soort dingen. Heb ik in het verleden gedaan. Dus ik deed die gesprekken bij de gastouders. Dus ik zat nu aan de andere kant eigenlijk. En toen zei ze ook, ja, waarom begin je geen eigen gasthouderbureau? Ik zei, nee, er zijn er al zoveel. Ik zeg, en ik mis het werken met kinderen. Dat is het hem. Dus nou, wie weet. Want ze vond mijn gedachten over de opvang. Dus ze nodigde me ook uit om mijn eigen beleid te gaan schrijven. Ja, dat is ook echt mijn ding. En mijn visie op opvoeden. Is, ja, ik heb ook een eigen visie en oh, ik vond het zo fijn dat zij dat begreep en dat zij ook open daarvoor staat, voor verbetering. En ik heb ook aangegeven van de controles die zij doen, dat zijn echt momentopnames. En ze zei, ja, maar we zien meer en dit en dat. Ik zei, ja, maar toch, je moet meer van de persoon weten eigenlijk, hè, die de opvang geeft. Want je laat toch jonge kinderen daarachter. Nou, daar hebben we het heel over gehad. En een snel rondje door mijn huis. De rookmelders heeft ze bekeken. En het bedje vond ze prachtig. En het is gewoon goedgekeurd. Dus ze gaat een rapport schrijven. En waarschijnlijk kan ik vanaf half december als gasthouder aan de slag. Hoe vet is dat? En dan moet ik eerst boodschappen gaan doen. Terug met mijn voetjes op de aarde. Boodschappen doen. En inmiddels is het alweer uren later. Na mijn blije moment dat de GGD me goed had gekeurd, heb ik heel erg hoofdpijn gekregen. Ik denk dat ik me veel te veel druk heb gemaakt erom. Ik ben op de bank gaan liggen. Ik heb een uurtje gepit. Daarna ben ik gaan eten. En daarna ben ik naar Agnes gegaan om het te vieren. Ik heb taart gegeten. Agnes had taart gehaald om het te vieren dat het gelukt was. Dat ik dus nu gasthouder mag worden, mag zijn. Ja, maar ja, dus veel van vloggen is er niet meer gekomen. Dus ik zeg bedankt voor het kijken naar deze vlog. En wil je abonneren, dan mag dat uiteraard. Wil je een like geven, dan mag dat ook uiteraard. En ik zie jullie allemaal morgen weer. Doei doeg!